Niklas, hoe was de training deze ochtend? Goed, we hebben scherp getraind. Dus ja, we gaan er alles aan doen om klaar te zijn tegen vrijdag. Het was een beetje nat, maar geen probleem. Ja. De opluchting was binnen de spelersgroep ongetwijfeld ook wel groot na het nieuws van vorige week. Ja, klopt. Het was eigenlijk onverwacht dat we slecht nieuws hadden gekregen. Niemand van de club wist er iets van, denk ik. Dus ja, het waren moeilijke tijden, maar we zijn blij dat dat voorbij is en dat we ons kunnen focussen op de wedstrijd. Ja. Vrijdag wedstrijd tegen Westerlo, blijft wellicht altijd wat speciaal voor jou tegen Westerlo? Ja, sowieso. Ik heb er heel lang gespeeld, 12 seizoenen denk ik. Dus de meeste jongens ken ik ook nog van vorig seizoen, dus het is altijd leuk om tegen uw ex-ploeg te spelen, om al die jongens terug te zien. Ja, je zegt zelf, je kent heel wat jongens. Ben je verrast dat ze zo hoog meedraaien momenteel? Langs de ene kant niet. Ze hebben het grote deel van het team kunnen behouden. Ze hebben goede versterkingen bijgehaald, dus het is wel mooi dat ze daar van boven staan natuurlijk. Wat je verwacht jezelf van de wedstrijd? Moeilijke wedstrijd? Hè? Ja, sowieso. Elke wedstrijd in 1B is heel moeilijk. Maar ja, we gaan er alles aan doen om toch punten bijeen te sprokkelen, want het is wel nodig. En daar gaan we dus alles aan doen. Ja, en vorig jaar kwam hier met Westerlo nog een ticketje play-off 2 binnenhalen. Dus, Ja, klopt. Toen hebben we dat kunnen doen. Het is te hopen dat nu vrijdag anders zal zijn. De Roeselare zal winnen. Dat je terug aan de juiste kant zal staan. Ja, voilà, sowieso. Oké, perfect. Veel succes. Dankjewel. Ja.